Hey, hoi. Wat voor een nieuwe video. Ja, ben je het niet de camera vergeten? Ik heb een paar mooie foto's. Ik heb een beetje screenen. Goedemorgen allemaal. Het is mijn verjaardag. Ik ben helemaal alleen. Mijn stem is nog alsof ik tegen niemand heb gepraat vandaag. Deze kluizenaar is jarig. gefeliciteerd Lisanne. Ja, bedankt. Top. Hey. Hoi. Welkom bij een nieuwe video. We zijn live from Schiphol. Kijk Schiphol maar even Airport. Kijk, daar heb je hem. Om deze spread naar Belek te brengen. Keien. Ja. En ze heeft een beetje veel holy shit, jongens, ik heb zoveel spullen mee. Het is niet te doen. Ik heb denk ik, nou, deze koffer is bijna 30 kilo. We mochten 30. 30. Ik denk bijna 30. Net niet. 28 denk ik uiteindelijk. Hoop. Die gaat zijn. Hoop. Ja. Maar ik heb zeker nog 8 kilo bij Sven. Bij Sven. Hier, die koffer van Sven wordt hartstikke leeg totdat Lisanne de spullen bij moest. Ja, en dan heb ik die nog, hè. Kijk daar nog even naar. Ja, ook nog een kleine handbagage. En ik heb nog even. Echt, dat keer, hoe lang ga je uiteindelijk weg? Nou, bijna 2 weken, maar ik vind het gewoon echt moeilijk met wat je allemaal mee moet. Want in Turkije is het fucking heet, maar hoef je echt alleen maar korte dingen aan. Mag ik ook nog een beeld? Oh, sorry. Ja, bedankt. Maar in Doha is het natuurlijk koulo erko. Koulo erko. Waardoor je dus echt ook wel dikke dingen mee moet nemen. Dikke dingen? Ik heb dikke dingen en ze doen niet aan dieet. En ik heb nog een paar casual dingen voor als we uit eten gaan. Oh ja, en ik heb ook nog een New Balance outfit voor als New Balance opeens zegt, yo, we gaan dit en dit doen. Dacht ik, ja. Ja. Moet ik ook wel wat hebben. Ja, true. En dan heel veel eten. Heel veel eten. Echt best wel veel heb ik mee. En dan al die dingen als massagegun, compax, weet ik veel, al die rolletjes, elastieken, heb je nog veel meer. Laptop, camera. Ja, ben je het keer niet de camera vergeten? Nee, hij zit erin. Hij is ook opgeladen. Ik weet niet of hij opgeladen is, maar ik heb wel mee. Top. Dus ja, gaat toe. Nou ja, we gaan even koffie drinken. Nou ja, we staan. Lekker Lisam. Ja. Lekker Lisam. Nog een kroketje? Ik heb niet aan. Nog een kroketje. Kroketje. Zo. Kroketje. Nou. Ik denk ook dat het pas om 3 weken loopt. Ik vind dat niet lekker. Wow, inderdaad. Het gaat ineens snel. Ja, als het maar eten is, toch? 10 dagen. Nog niet voor om te komen. Gast. Hou. Doei, zus. 28,7 kilo. Zo, dit is beter. Dit is beter. Nee, dit is beter beeld. Nee, dit is beter beeld. Gewoon zo mijn hand voor je kop. Hey, bedankt zus. Gelukkig lijkt je op mij. Ja, ben ik echt blij om. Doei coach. Ook voor jou even hand op je hoofd. Ja, dat is ook beter. Hand op je buik. Ja, dat is helemaal beter. Voldanig, hè? Ja, blijkbaar. Hand op je buik? Ja. Waarom? Ja, waarom? Coach? Even kijken. Ik ben als een malle afgevallen en dan krijg ik dit als... Hey, Pieter heeft wel 40 kilo. Waarom komt hij niet 40 kilo niet bij mij? Hoeveel had jij? 28,7. Je hebt het dus niet eens nodig gehad. Je had nog 4 kilo en 6 kilo. In dat 6 kilo bij kunnen doen. Ik heb nog wat van je deze gasten. Oké. Gaat het goed in? Oké. 3, 2... Hey lieve zus! Heel veel succes bij het WK in Doha. We zijn super trots op je. Ik ga je keihard aanmoedigen in het stadion. Ja, en ik vanaf de bank lekker tijdens. Nou, heel veel succes en vergeet geen water te drinken. Je kan het. Doei! Doei doei! The board. This does include the toilets which are fitted with smoke detectors. Hoi jongens, we zijn onderweg naar Doha met deze squad. En we hebben Lisanne op de FaceTime! Ze bestaat te horen niet. Hoor jou alleen niet, want Owen heeft oordopjes in. Wacht. Hier, nou hoor je, nu hoor je er ook amper. Ja, zeg eens wat leuks. Nee, zeg eens wat leuks. Dan hou je je mond. Dat is het leukste wat je kan zeggen. Je hebt het een beetje warm hier.
Nou ja, goed. We zijn dus nu op Londen. En we hebben hier een overstap van 3 uur. En dan vliegen we naar Doha. En we zijn hier met mijn moeder. Hallo. Owen. Hendrieske. Zijn met z'n viertjes. Dus gaan we allemaal naar Doha toe. Hartstikke leuk. En we gaan even wat eten. En wachten tot we gaan vliegen. En dan gaan we natuurlijk naar Doha. Kijk, onze auto. Een Jeep. Wow, je ziet nu echt precies niks. Zo benauwd is het hier. Alles beslaat. Ja, beslaat. Het is hier heel vol. Zo, echt, het beslaat als een malle, joh. Ik heb warm in. Je hebt ook een trui. Ik heb het totaal niet warm. Ja. Omdat het dan gewoon... Goedemorgen allemaal, het is maandag. Dat betekent dat Lisanne vandaag de series loopt. Ik ben vannacht aangekomen in Doha. Dit is mijn uitzicht. Ongekend mooi. Oh, wacht. Ja, daar is het. Maar zodra ik naar buiten loop, beslaat mijn hele camera. Omdat het dus zo vochtig is hier. Dus het wordt nog wat met filmen. Dus ik hoop dat dat mij gaat lukken vandaag. Maar ja... Ik ga zoveel mogelijk proberen te filmen natuurlijk. Lisanne, haar camera is kapot, dus dat gaat ook alweer helemaal top. Ze zit vandaag in serie 2, baan 7. En de eerste 3 gaan door. Dus ja, ze moet gewoon knijterhard lopen. En dat gaat ze natuurlijk doen. Dus wij gaan zo naar het stadion, want het is, hoe laat is het eigenlijk? 2:30. Ze moet 6:30, 7:30, 7:30. Jezus, ik weet het niet meer. 7:30 moet ze... Dus half 7 hoor ik. Dus we hebben nog even de tijd om eventjes Doha te ontdekken. En dan gaan we het stadion in. En haar supporten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb trouwens een hele oranje jurk aan. Dat is ook voor het eerst. Ik heb nooit oranje kleren. Ja, ik heb een vestje meegenomen. Nee, neem de oranje sjaal ook maar mee. Lekker oranje support vandaag. Schoentjes. Oh, deze view is echt zo mooi. Ik heb het net al laten zien, maar ik vind het echt mooi. Kijk, ik loop wel even naar buiten. Dan kunnen jullie zien wat er gebeurt. 3, 2. Oh, shit. Oh. Oh god, dit gaat niet. Jeetje. Oké, wacht. Got it. 3, 2, 1. Oh, valt nog mee. Nou, kijk, daar komt het hoor. Ja, en nu zie je niks meer. Misschien ook beter zo als je me zo ziet. Net of we in Venetië zijn, jongens. We zijn nu in de mall naast het stadion. Heel koud is het, ja. Mooi Sanderom! Let's go! We zitten in het stadion met de squad. Coach!
Lisanne heeft net de series gelopen. Ze werd vierde, de eerste drie gingen door, dus het was weer echt spannend. Het was een beetje Berlijn 2.0. Ze moesten afwachten of de tijd snel genoeg was. Ze liep uiteindelijk 51-31. Waarmee ze de snelste tijd van de atleten uiteindelijk ook de negende plek heeft. Dus uiteindelijk was het gewoon heel goed. Alleen ze maakte het gewoon weer spannend. Dus ja, we gaan nu kijken of we het kunnen zien. En anders zien we er morgen. Maar goed, dat was even een update. Goedemorgen, kijk eens wie er is. It's Lizanne. In haar outfit alsof het min 10 is. Ik heb het niet eens warm. Oh nee. Ja, het is oké, okay. Het is oké. Okay. Hoe is het? Ja, goed. Ja, denk ik. Ik zoek iemand. Wat zoek u? We zoeken mensen. Kennen jullie dat filmpje? Wat zoek u? Oh echt? Die ken ik niet. Wat zoek u? Klinkt wel leuk. Het gaat helemaal stuk. Wat zoek u? Wat zoek u? Werd ik gezocht? Nee toch? Hoi, waar zijn we Lisanne? In de zoek. In de zoek, wat zoeken we? Wat zoeken we? Wat zoeken we? Ze zeggen al de hele tijd, wat zoeken we? Wat zoeken we? Oh, word ik gezocht? Nee toch? We kunnen er wel even in plakken. Ja, we plakken er wel even. Wat zoeken we? Nee toch? Maar we zijn dus in de zoek. Ja. Een soort markt. Toch? Ja. Ja, nu kan ik dit nog wel zien van Doha. Hey, maar de semi-finalists are here and ready to eat. Ready to eat and compete after we eat, but first sleep. Huh? Gaan we eerst slapen voor de volgende week? Eat. Ready to eat to compete, but first sleep. Nee, dus voordat je moet compete, dan moet je eerst slapen. Ja, dat is waar, maar we moeten eerst eten. Je daarvoor zei toch ready to eat. Oh ja. Yeah. And to compete, but first sleep. Voor compete, maar niet de first sleep. Nee, eat. Nee, nee, nee. Ja, echt goed verhaal, jongens. Ja. Het brood was nog helemaal niet open, dat is zonde. Hoi. Hoi. Wat kunt ik gaan pitchen? Hey Kevin. Kevin! Hey! Hi!
hoe heet het? Omali. Oh, dat lijkt echt een pap. Ja? Kokospap. Amandelpap met kokos. Wat doe je? Filmen. Kom niet door. Wat is er? We hebben een pet onze man dan. Ja, dat delete ik ervan. Wauw. Kijk, ik heb nu al een paar mooie foto's. Ik heb onze eentje gescreend. Hoe is het? Ja, hoe is het met jou? Ja, erg goed. Ja. De lens is weer vies. Kijk, lens, die vies is. Nou, waarom zeg je dan helemaal niet? Nou, zo zie je het toch helemaal niet? Nee, ja, kijk dat hoe scherp blauw is. Ja, ja. Ja, maar nu heb je wel een beeld dat ze zo in die lens kijkt. Ja, dus ik kijk echt zo. Maar waar is de pagina? Jij wat? 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 Zeg je dat drie van waar is? Laura zegt gewoon, ik zeg waar is de pagina? Laura zegt vagina. Ik zei vagina. Ik hoorde vagina. Welke zou ik nemen? Ik neem deze, denk ik. Ik neem die, ik weet het nog niet. Die wil ik. Jongens, lees dit even. Neem die dan? Nee, dat ga ik echt niet eten. Waarom niet? Word ik echt 10 kilo. Hé, is ook zie ze nou. Thank you. I like all this. Drie sporen. Oh my god. Met avocado. Blijf van mijn hamburger. Is dat avocado? Ja. Oh, dit ziet er ook heel lekker uit. Ik ben dus nu in het National Museum of Qatar en ik weet eigenlijk niet wat ze hier allemaal laten zien, maar de buitenkant is wel heel mooi. Dit is dus de binnenkant, die zijn allemaal diertjes. Opgezet wel een beetje sad, maar ik denk dat ze meer laten zien zo van deze dieren leven hier. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben met Sven ook gezellig. Deze rog is wel helemaal into fashion. Jongens, ik vind het echt mooi. Kijk nou, wat schattig. Al die huisjes en vormpjes en dingetjes. En dan heb je daar weer moderne gebouwen, maar dit is toch zoveel mooier. We waren foto's maken van de jeep en toen kwamen er een paar locals naar ons toe. Die zeiden, willen jullie koffie komen drinken? Nou, hier gaan we. Als ik ontvoerd word, was leuk jullie gekend te hebben. Dit is dus koffie. Het lijkt een beetje op karamel. Ja, het zijn een beetje kruiden denk ik. Het is wel lekker. Ja, ik ruik zo. Oh, wauw. Wow. Wow. Daarom zit ze achter slot. Big one. They're very big, these things. Yeah. Very expensive. Big. Ja. Hallo allemaal, het is vandaag. Hey, jongens. Wil je er nu op? Ben ik zo'n witte vlog? Ja. Want Lisanne is er niet, die zegt gewoon Lisanne.
Het is vandaag zaterdag, 4x4 dag. En we zitten in het stadion. Oh ja, die zit achter aan haar. Ja, doe je goed hoor. Ik heb vaker gevangen. Nou, wat denk je van de S-Vet, Owen? Ik denk dat ze best goed gaan doen. De opstelling is... Laura. Laura. Laura, Maureen, Lisanne, Laura. Nee, Lisanne, Maureen, Laura, Lisanne. Ga nog een keer. Dat zou echt leuk zijn. Nee, de opstelling is Lieke, Lisanne, Bianca en Femke. In die volgorde. Kijk, helemaal. Ze heeft gewoon net van een klein meisje de haarband gejat, zodat ze nu een armband heeft. Mooi, hè? Ja, echt heel mooi. Nou, wij gaan lekker atletiek kijken. Wat gaan we kijken? Atletiek kijken. Ja. Of wil je voetbal kijken? Nadine moet, jongen. Moet je nu? Ik denk het wel, of niet? Dat is de laatste serie? Ja, ja, let's go. Nadine moet, nou, dan ga ik dat wel voor jullie filmen. Hup, Nadine, hup, Nadine, hup, Nadine, hup, Nadine, hup, Nadine, hup. Ga je dat hele 4x4 ook doen? Wat? Ga je dat de hele 4x4 doen? Nee, daar heb je niet. Hup, Nadine roepen tijdens de 4x4. Nee, maar dan... Heel erg relevant. Hallo allemaal, het is vandaag zondag. Die meiden hebben het gisteren echt onwijs goed gedaan. Ze hebben de finale gehaald. Ik heb een beetje een schorre stem. Vooral aanmoedigen, maar ze hebben de finale gehaald. Liepen 3:27, echt heel goed. 16e van het Nederlands record af. Dus ze hebben het echt heel goed gedaan. En finale betekent ook meteen een plek, of eigenlijk een ticket voor de Olympische Spelen. Dus dat is echt top. Ik ben nu eigenlijk in Lisanne de hotel. Lisanne is er niet. Lisanne heeft nu 4x4 meeting. Maar we hebben vanochtend even koffie gedronken. En ik zei van nou dan wacht ik wel even in je kamer. Dus en jullie hebben dit natuurlijk ook nog niet gezien. Want Lisanne de camera is kapot. Dus ik laat even zien. Dit is haar uitzicht. Best wel mooi. Oké. Daar zijn dus allemaal kleine huisjes. En hier heb je dus al die mega grote torens. Zitten echt op verdieping 32. Nou, nou ja. Dit is echt een mega trof. Ik kwam hier binnen en ik zag meteen aan welke kant die zon was. Ook al, nou, Naomi zal ietsjes netter zo te zien. Maar dit is dus de kamer, koelkastje. De bedje van die meiden. En hier, ja, de wc en zo. Het stinkt hier wel een beetje naar rook, moet ik zeggen. Maar misschien weer er wel aan. Maar goed, Lisanne heeft dus nu 4x4 meeting. Want die moet natuurlijk vanavond weer. Lopen ze de finale. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Ik hoorde wel dat Lisanne al een beetje moe was. Femke was al een beetje moe. Die hebben natuurlijk ook al gewoon ja, best wel veel gelopen natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. En ik ben ook benieuwd of ze de opstelling gaan veranderen. Dat ze die zo houden. Maar goed, ik ga vandaag denk ik niet zo heel veel doen. Ik ben ook een beetje moe. Echt lange dagen hier, man. Maar goed, als ik zo Lisanne zie, zal ik er even filmen. Want dan zien jullie haar hoofd ook nog eens een keer in plaats van alleen die van mij. Daar worden jullie nu natuurlijk waarschijnlijk ook wel een beetje moe van. Dus ja. Nou, daar is ze weer, hoor. Je ziet er echt niet door het licht. Doe even zo. Ja, dat is echt veel beter. Wow, kijk eens hoe knap ze er ook uitziet, jongen. Wow. Ik ben dood. Ik ben een zombie. Ja, en ze moet zo rennen weer. Ja. Ik maak het zo een beetje om. Kijk, als je nu zou zeggen, je hoeft niet meer te lopen, dan zou ik dit doen. Dan zou je niet eens naar de woestijn gaan. Dan zou je gewoon slapen. Nee, dan zou ik nu dit doen en dan zou ik over 3 minuten... Kom, we gaan. Oké. Okay. Sure. Goed verhaal, goed verhaal. Ja. Nou, chill. Ik denk dat ik een nieuw meme heb gezien. Wat heb je?
Nou, we moeten nu wel. Ja, we gaan. Ik ga mee, want ik... Ja, joh. Ik ga het gewoon zeggen, maar dat is gewoon heel erg. Dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. En dan heb je zo'n mix, weet je.